Er schijnt bij delen van de samenleving toch wel bezorgdheid te bestaan over de komst van de Mennonieten naar Suriname. Ook in het parlement werd de vorige week de bezorgdheid geuit door verschillende parlementsleden over dit stuk. Wij hebben gesprek gehad met NDP-fractieleider Rabin Permisser en hij vertelt waarop die bezorgdheid is gestoeld. De Mennonieten, wij hebben geen vreemdelingenfobie in dit land. Kijk maar hoe we onze samenstelling van de bevolking, noem maar op. Maar als vestigingen, buitenlanders komen, dan moet dat op een richtige manier gebeuren. Zo hebben we ook over de illegale vluchten van de Haitianen, maar ook de Bollywood case, et cetera. Mensen die hier komen, links, rechts, maar zonder de nodige documenten en noem maar op. Nu pas boom, terwijl wij druk bezig zijn om de grondrechtenvraagstuk op een goede manier hier te bediscussiëren, te behandelen. Het is een hele complexe vraagstuk. We hebben dat eventjes dan aangevangen, maar we merken dat er heel wat gerepareerd moet worden. Ja, toch? Dus terwijl wij merken dat in het woongebied, laten we het hebben alvast over het woongebied van de mensen, dat die uitgegeven worden in concessies of welke vorm dan ook, waardoor de bestaanszekerheid van de mensen, de inheemsen en de tribale volken niet gegarandeerd zijn, ja, worden dit soort zaken, concessies uitgegeven. En patsboom komen ook Mennonieten daar. Waarbij we de informatie krijgen, is bevestigd door de groep zelf, met foto's en persberichten, et cetera, dat ze een groot gebied van Apura daar wensen in cultuur te brengen. En naar het schijnt zijn er documenten geproduceerd waarbij zij geen bezwaar hebben al gehad. En de handelingen worden in de richting gaan van dat ze een groot grondgebied zouden kopen of in beheer of wat voor vorm dan ook. Dan zeg je tegen de achtergrond van de zaken die we nu in het behandelen zijn, is dit gebeurd als eerste in goed overleg met de lokale gemeenschap? Is het ministerie van Planning in beeld op welk gebied wat moet gebeuren? Maar ze vragen niet 1 of 2 of 3 hectare. Het derde element wat komt, gaat een gesloten community worden. Bijna geen toegang voor anderen, et cetera. Zo komt het over. Ja? Waarbij we moeten meenemen dat wij in de handhaving heel zwak zijn. Controle uitoefenen. Wij, algemeen onze instituten, zijn heel zwak. Wat er gaat gebeuren? Wij krijgen de informatie van andere landen waar ze gevestigd zijn, zulke communities, dat er ook sprake is van niet frisse praktijken. Ja, toch? Verkrachtingen, misbruik van lokale bevolking, zelfs link met kartels, drugskartels, al dat soort zaken komen naar boven. Dan moet je dubbel en noem maar op voorzichtig zijn. En ik blijf erbij, niet eens 1 vierkante centimeter van onze grond kan je een eigendom uitgeven. Dat is conform artikel 2, lid 2 van de grondwet verboden. In het verleden heeft men grond in eigendom gegeven, maar op een gegeven ogenblik, sinds dat artikel in de grondwet, mochten er geen nieuwe gronden in eigendom uitgegeven worden. Je kan voor gebruik geven. Ja, toch? Want dan krijg je een aparte discussie. Dit land is van ons. En als je een eigendom uitgeeft, hoeveel procent van het land heb je dan? Weet je? Los van beheer en noem maar op en alles, et cetera. Dus dat zijn argumenten waarbij ik zeg, voorzichtigheid geboden. Wat gaat men doen? Wat voor landbouw? Gaan we controle hebben? Hoe gaan we dat inbouwen ten aanzien van ons milieu en noem maar op? Zeker hoe de kwestie van kwik en cyanide nu hier naar boven komt. We moeten goede controle uitoefenen. En daarbovenop, in de hele discussie van de grondrechtenvraagstuk. Dus, en de lokale bevolking van de mensen, mijn collega uit Apura, heeft haar bezorgdheid hier geuit. Mevrouw Edwards in het parlement. Ja, dat terwijl de lokale gemeenschap, als je hun de tools zou geven en noem maar op, dan moeten we daar investeringen in komen. Die mensen daar zijn ook landbouw-minded. Dus kortom,
voorzichtigheid, er wordt geen openheid geboden. En het is heel erg dat wij vragen stellen, de documenten vragen aan de regering. En de regering is zo non-transparant als wezen kan. En dat is geen goede zaak. We hebben nog steeds geen enkele reactie van de regering, boe nog ba, of dat waar is, of dat niet waar is. Terwijl er zoveel foto's, zoveel documenten opduiken, dat ze al hier in het land zijn, bijeenkomsten hebben met een paar autoriteiten, etcetera, etcetera. Dat is de hele kwestie. Ja? Waarom deze non-transparante houding? Wees open. Onze wetten zijn ook daar. Ja, toch? En dan kunnen wij in goed overleg. Zo en zo ben ik een tegenstander van gronduitgif en eigendom aan buitenlanders, aan wie dan ook, conform artikel 2, lid 2 van de grondwet. Mag dat niet? Ja? Dat is, als dat gebeurt, moet denk ik dat we de relevante instanties zelf gaan moeten opzoeken naar de rechter, et cetera. Ja? Want wat gebeurt er in het verleden, is gebeurd. Ja? Dan een besloten gemeenschap en al die zaken. Dus daarom vragen wij aandacht hiervoor.